Minivoetbal nu met de finale in de play-offs van de eerste nationale. ZWR Evergem tegen Opel Haak Drongen. Drongen moet winnen als het nog een testmatch wil afdwingen. Bij gelijkspel of winst van Evergem is Evergem kampioen. Spanning dus in de Evergemse sporthal. In de eerste periode is er weinig animo, een matig tempo en weinig doelkansen. Met dit schot van Evergem naar Kevin Tollebeke heeft Drongen sluitstuk Janssens geen problemen. In de tweede periode vallen er dan drie doelpunten binnen één en dezelfde minuut. Evergem opent de score met deze treffer van Oswin Buijsen. 30 tellen later staat het al 2-0. Balverlies bij de bezoekers en Nicolas de Kramer lepelt de bal enig mooi in het lege doel. Drongen is niet aangeslagen en scoort onmiddellijk tegen. Van Parijs naar Van Gehuchte en het staat 2-1. In de derde periode heeft Evergem pech met twee ballen tegen de paal. Halfweg die derde periode scoort Drongen dan de gelijkmaker via Jochen Detmaring, 2-2. 3 minuten later heeft Drongen de kans om op voorsprong te komen. Marielle van Parijs treft eerst de paal en plaatst de rebound naast. Beide ploegen benutten ook nog een strafcorner, 3-2 voor Evergem. En opnieuw 3-3 gelijk, dat is meteen ook de stand na de derde periode. Bij deze stand is Evergem kampioen. Drongen moet absoluut scoren om nog een testmatch uit de brand te slepen. De leiploeg doet het via Jeroen van Gehuchte, 3-4. Evergem heeft niets te verliezen en gaat op zoek naar de gelijkmaker. Helderwaert schiet over. In de slotminuut ligt diezelfde Helderwaert aan de basis van de beslissende goal. Hij gaat door op links en bedient Poppen, die niet twijfelt. 4-4, ZWR Evergem is kampioen. Stonden achter, we moesten wel vooruit drukken en Hortwin komt op met een bal en het was nog 1 minuut spelen. Ik zeg, ik moet mee zijn en ja, mijn man loopt achter mij, dus ik zeg, als hij nu de bal krijgt, kan ik hem binnenleggen en ja, ik krijg hem op het juiste moment en kan hem nog juist meepakken en binnentrappen.